Zo, goedemorgen. Daar gaan we weer. Op pad. Naar ons eerste pechgeval. Voor vandaag. Ik laat jullie gelijk eventjes zien dat het wegrijden per de caravan behoorlijk lastig is. Die is hier behoorlijk smal. En om vooruit te gaan, moet ik eventjes achteruit. Zo, ondertussen is de tuinman bezig. Dus daar moet ik ook nog eens eventjes omheen. Daar gaan we. Backwards. Altijd blijven lachen. Nou, wat ik al zei, onderweg naar ons eerste pechgeval. Die staat redelijk dichtbij. Sterker nog, hij staat op de parkeerplaats van onze eigen camping. Het airco-probleem is natuurlijk wel een beetje een luxe probleem. Maar goed, het kan hier behoorlijk warm zijn in Italië. Dus we kunnen natuurlijk wel eventjes kijken. Echo is uit. Oké. Koppeling werkt perfect. Hij is gewoon leeg. Ja? Pronto. Buongiorno. Si? Paul van de ANWB. Good evening. Good morning. Good morning. I'm standing with a car and the air conditioning. Okay. It's working, but I think there's less fluid inside. So can you feel an air conditioning? Okay. Yeah. Can I send the customer to you? Yes. Okay. Okay. Grazie mille. Ciao. Grazie. Ciao. 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 Nou, we zijn bijna weer bij de volgende. Gaat u maar, mevrouw. Zo. We zijn er. Ik kom gewoon even hier beginnen met de dag. Nou, wij gingen gewoon rijden. We hebben wel een beetje geblazen die dag, zeg maar. Gewoon weinig pauze. Ja? Het is wel een gloednieuwe auto. Paar maanden oud. Mijn moeder die heeft een automaat en die ging toch mij voor de netheid af en toe maar even omwisselen, omdat je natuurlijk moet uitrusten. Ja. Maar zij kreeg voor geen meter, gedurende misschien 10 minuten tot een kwartier, mijn auto in een versnelling. Oké. Dat lukte. Dat... Ja, dus we zaten. Ja. Dus na een tijdje wat het Spaans benauwd, zei joh mam, weet je, we stoppen gewoon weer, we rusten even uit en dan neem ik het gewoon weer van je over. Ja. Maar op het moment dat we op die parkeerplaats stonden, stond mijn auto echt verschrikkelijk naar verbrand. Oh ja. Heel erg. Koppeling. Daar ben ik dus bang voor. Zo'n rare. Ja, zo'n hele rare vieze lucht. En die vind ik dat je die nu af en toe nog ruikt, maar mijn dashboard geeft geen enkele melding. Oké. Of hij gewoon goed is, of hij niet bibbert, of dat hij niet zo ver kapot is dat hij gaat slippen. Want dat moet je niet hebben, want dan de eerste beste berg die je tegenkomt en dan pakt de motor gaat gieren, maar hij komt niet meer vooruit. Nee, precies. Daar ben ik bang voor. Maar ja, ik zeg wel, hij is wel gloednieuw, dus je verwacht dat hij wel een stootje moet hebben. Het heeft geen uren geduurd, maar het was echt na die rijbeurt dat we stonden, ja, dat ik echt dacht, allemachtig, wat een stank is dit. Ja. Nou, en nu als ik boven mijn voorwielen ga hangen met mijn neus, weet je wel, bij die ophanging van de voorwielen, dan ruik ik het ook nog steeds. Ja, en daar zit dat snap ik. Ja. Oké. Je hebt niet het idee dat de auto, wordt tegengewerkt, dat de remmen bijvoorbeeld blijven hangen? Want dat is dezelfde lucht namelijk. Nee. Oké. Dat denk ik niet, maar ik ben en blijf een vrouw. Ja, die hebben het vaak bij het juiste eind, hoor. Ja? Ja, dat is echt waar. Oké. Nou, ik
hoor geen gekke bijgeluiden of zo. We gaan even rijden met de auto. Ja? Ja. Nou, dat pechgeval zit er ook voor op. Koppeling niet versleten, ze kunnen gewoon veilig naar huis, geen probleem. Maar ik begrijp het wel. Het is best lastig als je niet precies weet wat er aan de hand is. Twijfel je nou zelf ook over je auto en je durft niet te gaan rijden? Doe dat dan ook niet. Bel gerust, ook daar zijn we voor. Wil je nou meer van mij zien? Check dan anwb.nl/opweg. Ciao!